Vice-president Ronnie Brunswijk zegt dat het volk de moeilijke situatie waarin zij nu zit als gevolg van de financieel-economische situatie niet aan kan en verdient. Hij sprak journalisten vandaag voor aanvang van de reguliere ministerraadsvergadering. De politicus merkt verder op dat hij met de president heeft gesproken over een oplossing over de steeds hoger wordende koers. Ik wil niet te veel gewoon praten, want ik zit ook in de regering met de man. Samen zit dat hier in de regering ook toe. Dat ik contact kom met Sani. Natuurlijk, ik heb duidelijk gezegd, twee dingen gezegd. Als die koers 30 bereikt, gaan we niet kunnen draken. En die koers is over 30. Ja? Wat doen we nu? Kijk maar naar de prijs in de winkel. Ik heb de president gezegd, we moeten antwoord vinden voor dat koers. De koers mag 30 niet oversteken. En nu zijn we 33, we gaan naar 35 straks. En wat gebeurt er? Gelijktijdig gaan die prijzen omhoog. En als ik nu hoor dat gasbom weer zoveel gaat worden, dat betekent alle inkomsten die de regering wil hebben, is ten koste van de gemeenschap. En wanneer ik ga praten, de heer Amadina regering maar mijn tak ook toe tegen. Meneer tak tegen, maar we moeten rekening houden. En deze regering waar ik ook erin zit moet begrijpen dat we het volk dit niet hebben beloofd. Wat Brunswijk helemaal niet goed stemt is dat de prijzen in de winkels omhoog gaan als gevolg van de doorwerking van de steeds stijgende koers. Dat de prijzen voor gascilinders weer omhoog gaan, betekent voor hem dat alle inkomsten die de regering wil innen ten koste van de gemeenschap gaan. Moos op zeep zegt Bataki, dat volk nog verdient, dat behandeling zal ik eens no-no. Ja? Het volk heeft op ons gerekend en wij moeten het volk ook helpen. We moeten het volk ook toe. Ja? We moeten niet kan blind staren naar IMF is druk. IMF geeft ons niks. Zij IMF is goed. IMF heeft zoveel transactie geen geld gegeven. Even dat zou je wachten. Maar IMF, wat heb je dat hier? Gasbomprijs, je moet loslaten, je moet subsidie loslaten. Maar alles wat we loslaten is ten koste van het volk. Ja? En je hebt die poties, maar je kunt er niet nog maar jang. Tijd voor een potie. Een potie kan je nog bij een gasbom. Als de subsidie nog demoro. Dus bepaalde dingen om te kijken hier de sanctie nog mag gebeuren. Bijvoorbeeld prijzen in de winkel, voor mijn horen stabiel, dat we boom. Voor mijn horen koers, dat we boom. En de basisgoederen van deze maat demonstreren niet. Brunswijk zegt dat hij de regering niet tegenspreekt, maar dat er rekening gehouden moet worden met het volk. Een samenwerking met de IMF ziet de vicepresident tot slot wel zitten, maar dan moet er wel rekening gehouden worden met het volk, vindt hij.